Vorige keer heb je kunnen zien hoe ik samen met Bilal acteur ben geworden. En vandaag is het eindelijk zover. George en ik gaan in een film spelen. Yeah. Als het goed, Pik. Yo, man. Limburg. Brabant. Hey Woody, we gaan vandaag in jouw film spelen. Jij bent de regisseur. Ja. Wat voor film gaat het worden? We gaan een korte, moderne oorlogsfilm maken over het grensconflict tussen Rusland en Oekraïne. Wat gaan wij doen? Ja. Jullie hebben allebei best wel een grote rol. Je bent de medic en jij bent Steve. Nee, maar ik ben de medic. De medic heeft ook een naam en een achtergrond natuurlijk. Kan je daar nog wat meer over vertellen? De medic, daar hebben we niet echt een bepaalde naam voor, omdat hij niet in het... hij wordt niet direct genoemd, dus, maar zeg maar Peter. Peter. Yes, sir! Ja, de eerste scène verliep echt heel goed. Ik sta eigenlijk op het punt, ik trek mijn jas aan. I'm ready for a third one, buddy. Ja, precies. En ik... Jij bent weggelopen, dus jij bent er nou weer niet in dit shot. Jij staat, hij komt niet in beeld nou, hè? Nee. Ja, het is niet dat ik niet belangrijk ben natuurlijk, maar de medic moet af en toe soms zijn medicijnen voorbereiden. Man, I love this song. I'm gonna fucking call, man. 2 A's. Come on, then. 2 A's. Two fucking times in a row. Nee, dit was echt goed, man. Ik zit gewoon nu in die rol. Ik ben gewoon die medic. Ik moest wel een paar keer opnieuw, maar dat was niet vanwege mij. Maar andere mensen deden het toch niet zo goed. Waaronder de regisseur, Woody Wonder. Hij regisseerde en acteerde tegelijk. En je ziet gewoon, ja, dat gaat niet samen. Die man kan helemaal eigenlijk niet acteren. Hey Veras, wat heb je gezegd? Hou je bek. Dat ik niet goed kon acteren? Ja, het is gewoon waar. En toen kwamen we bij de grote actiescène. Waar iedereen dood ging en iedereen werd beschoten en zo. We gaan het gratis shot opnemen van vandaag. Ja, Veras, je hebt serieus, je hebt een hele belangrijke scène. Jij kruipt in de toer, hè? Oh, deze gast is sneller dan een adelaar. Dat lukt Veras nooit, man. Hoezo lukt dat nooit? Wat is het nou weer? Jij kan net die tas optillen. Waarom gelooft niemand in me? I get to come in your sister's mouth and your mother's hair. Yeah, I get the will to your grandma's house and your father's chair. Oh shit! Woo! That's right, bitch! Al Pacino! Gaat het goed komen met Veras? Jawel. Hij deed best goed. Verbaas me. Ik had echt niet verwacht dat hij... Die jongen die is fit. Ik had niet verwacht dat hij iemand zo kon trekken. Er komt heel veel emotie bij kijken. Ik deed je best niet dit. Dan wordt allemaal kut. Oh, oké. Okay. Revenant op de Dutch way, you know? The Revenant. Op een gegeven moment hadden we echt de grote scène. Dit is echt een beetje de Saving Private Ryan opening scène, weet je. Boom! Cap! Sniper! Sniper, take cover! Holy shit! Stay low! Enemy fire on safe! Hij moest op een gegeven moment bijvoorbeeld een spuit pakken. Hij moest iemand een injectie geven, weet je wel. Morfine. En dan kreeg die spuit gewoon niet eens gepakt, weet je. Dat zijn van die basisdingen. Als je die niet eens snapt, dat is gewoon fucked up. Kut, ik kreeg die tas hier open. Toen ging eigenlijk niks verkeerd bij deze rehearsal. Behalve jij de timing van de camera, want die was wat off. Maar ja, dat heb ik natuurlijk niet onder controle. Ik zat helemaal in die rol. Shit gebeurt. Ik hoorde de kogels al. Er waren geen kogels, maar ik hoorde het gewoon. Het verbaasde me. Hij deed echt heel goed. Maar dan werk je met mensen die dan zijn neergeschoten, die al daar liggen. En ja, ik geloof het gewoon niet. Ik zie ze daar liggen, maar ze zijn niet aan het doodbloeden. Oké, we zijn nu letterlijk bijna klaar en de laatste scènes moeten nu nog komen. Veras, die gaat nu dood. Ik kan dit. Het heeft te maken met emotie, het heeft te maken met gevoel. Jij moet echt dood zijn. Ja, toch je mond in, dus mond dicht. Actie. Kan zwaaien de greppel, stond hij op.
Bloed kwam uit zijn oren, uit zijn ogen. Het zag er echt fucking goed uit. Hey, als ik jou was, pak, je moet je moment pakken in de film. Dus je moet echt opvallen. Dus wat je moet doen is, je komt erachter dat je been af is, dan pak je hem en dan ga je hem opeten. Dan denk je, oh, je moet overleven. Alsof het Kentucky is, je weet toch? Something happened on the day. Ja, kom op. Echt als Hollywood nog facturen op heeft staan. Zoek niet langer, bel George en Vera. Ja! Lopen! Boom! Ja, ik vond George vond ik extreem goed. Veras was echt helemaal niks. Veras en ik, ja, we willen hierna sketches gaan doen, toch? In plaats van normaal fijne dingen, want ik bedoel, we kunnen zo goed acteren. Oh, en we zijn eigenlijk Dylan Hagens, bitch. Nou, we hebben heel veel vrienden gemaakt. George is eindelijk een acteur geworden. Ik was al een acteur. We willen de gasten van Woody Wonder heel erg bedanken. Abonneer sowieso op hun... Ja, sowieso. Check hun kanaal. Ze maken echt hele toffe video's. Vergeet natuurlijk ook niet op ons te abonneren. Ja. Volg ons op onze social media. En het allerbelangrijkste, we hebben vandaag heel veel fijne vrienden gemaakt. Heel veel. Jij denkt waarschijnlijk, waarom ziet Veras er zo belachelijk uit en George zo normaal? Nou, dat is met één reden. We zijn namelijk in motherfucking Marokko. Samen met Wonder George. Ja, Wonder heeft ons uitgenodigd om mee te gaan op reis. Echt een hele toffe reis. We gaan zoveel vette shit doen. Dus check dit. Even een link in de beschrijving en hier. Ja. Het is een fucking awesome avontuur. Wij gaan nu weer even een happy ending krijgen.